Atelier. Oh, daar hebben we het. Jan Uitdaginaar, Noordermondrit, 26-1-1963. Daar ben ik bijzonder blij mee. Vooraf dacht ik, pardon geleden, toen wist ik dat dit eraan zat te komen. Maar ik wist nooit hoe. Maar de hele familie, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, de hele familie is erbij. En zelfs de commissaris van de koningin, nou dat is een hele eer. De 88-jarige Uitham en zijn familie komen per trein aan in Winsum. Hallo. Ja. In een koets gaat het vervolgens naar de boog, waar 50 jaar geleden de finish lag. Daar wordt naast Uitham ook de nummer 2, Harm-Jan Havinga uit Garmerwolde, in het zonnetje gezet. Op de bewuste dag wint Uitham met royale voorsprong. Nee, we konden hem niet halen. Absoluut niet hoor. Nee, dan hebben we dat wel door. Hij was verdiend overwinnen hoor op die dag. Hij was verdiend overwinnen hoor. Ja. Ja hoor, super. Het is 8 dagen na de heroïsche Elfstedentocht van 1963, waarin Uitham tweede werd. Ik had wel een beetje revanche gedachten. En ik kreeg ook bij de start kreeg ik het rugnummer nummer 1. En dat vond ik een beetje griezelig. Ik zei, nou ben ik ook verplicht om eerste te worden. Of ik ben de eerste uitvallen. Maar het is gelukt om eerste te worden. Maar die revanche op die Elfstedentocht, dat is wel gelukt. Zo blijft Uitham voor altijd met het schaatsen verbonden. En zelf hoopt de 88-jarige het ook nog een tijdje vol te houden. We hebben van nature aanleg voor lange afstand. We hebben een soort ausdauer ingebouwd. Een soort onkruid mentaliteit van night opgeven, deugel. Jan Uitham, Noordermondrit, 26-1-1963.